League ranked spelen. 1v1 gewoon. Momenteel ben ik goud 3. En ja, ik zou graag plat willen worden, want ik ben er al geweest, dus het is zeker haalbaar. Dus ja, laten we er ineens in vliegen, zou ik zeggen. Ik heb wel geen speler op die Xbox, dat weet ik niet. Ik vraag me echt af dat je dit op de PC kunt spelen. Dat is echt, ja, raar vinden. Ja, dat zijn ook gewoon zo'n andere besturingsdinges. Op de PC toch? Ja, zou je toch denken. Kijk, dat is een boost. Ah. Oké, een mooie touch. En dat is in de spel. Mooie goal. Ik heb daar zo mooi geraakt toen ik aan de zijkant stond, vlak van die boost. Oké, okay, wat is zijn plan? Voilà, zo moet je dat dus oplossen. 2-0 voor. Daar moet je gewoon die tijd pakken en dan, ja, die komt dan altijd op en is altijd te laat als je dat goed doet. Maar ja, als je dat goed doet inderdaad, want als je dat niet goed timed of zo, dan kan het zijn dat die nog... Ah, dat is echt heel sick of. Oh mijn god, zo mist hij dat. Maar dus als je dat fout timed of verkeerd doet of zo, dan is de kans groot dat je tegen het doelpunt gaat krijgen. Nou ja, of dat je toch niet gaat kunnen scoren. Ah. Dat ik misschien wel moeten hebben. Ja. Ik ga gewoon mijn boost halen. En dat is een bal van mij, wou ik zeggen. Maar dat was mooi gedaan van hem. Ah. Iets te snel, iets te laat vertrokken. Dat is mijn bal. Oké, ik moet gewoon rustig mijn tijd pakken. Hij is hier niet. Oké, zo snel had ik hem hier niet verwacht. Maar dan nog, kijk, open het. Let's go. Voilà, 3-1. Nog 3 minuten op de klok. Ja, 50-50. Oké, waarom ramt hij mij zelfs? Oh. Oké, hij gaat nu druk zetten. Ah, dat is mooi gedaan. Dat had ik wel moeten hebben. 3-2. Ja, zo gaat er niks worden. Ik ben nog wel langer dan 2 minuten. Zou ik moeten hebben, ja, voilà. Ah. Dat was niet de bedoeling. Nu ligt de bal hier bij mij, wat echt kut is. Oh joh, zo had ik die gered. Oké. Okay. Oh joh, niet dan. Oh, ik weet echt niet hoe dat die daad gered. En dan daar had ik ook wel geluk. Maar ik had ook geen boost of zo, dus meer kon ik niet echt doen. Ah, wauw, zo.
Ja, kijk, dat is echt. Hoezo? Echt gewoon geluk van hem. Maar ja, kijk, ik zit er altijd voor, hè. Nog geen minuut 40. Heel goede touch van hem. Vandaag is hij niet echt iets mee. Ah, die heeft hij. Oh, oké dan. Die had hij niet. Ik dacht echt dat hij die ging hebben. Want dat was echt slecht getrapt. Maar ja, hij was er niet. Oké, dat was echt. Ik heb geen idee wat hij daar aan toe was. Wat was zijn nut? Wat is zijn doel daar? Wat was daar het nut van? Allee. Ja, dat is dom gedaan. Je neemt de bal niet of niks mee. Die gaat gewoon puur voor de boost. Nou, daar hebben we wat geluk. Gaat daar gewoon bij de bal moeten, en de bal moeten meenemen. En dan samen boosten op een aantal actie. En kijk als ze dat niet doen. Dat is helemaal voordelig. En dat is dan een goal. 7-3. Ja, dit zou normaal wel een win moeten zijn. Wow. Dat was een slechte kick-off. En een tegen. Oké, weer een tegengoal. Weer een open net. Nee, open goal dat hij gewoon mist. Oké, en die zit wel. Ja, kijk. Zij op de goals niet scoort. Ik had ook wel een beetje geluk, maar ja, zeg. Het zal niet dat hij dat niet heeft kunnen scoren. Hij is seizoen 2 plaat nu toernooiwinnaar. Hoezo moet je dat dan niet afwerken? Het is niet dat ik daar echt was of zo. Dus hij had echt gewoon alle tijd. Hier was al zo niks goed getimed. Oh, hij was hier ook wel op tijd terug. Oké, dat is een goal. Normaal gezien, en voilà. 9-3. 132 km per uur, oh jongen. Dit ben ik al gewonnen, wat wel nice is. Uiteraard. Negen, acht, voilà. Geen tegengoal meer. Geen tegengoal. Nee. GG. Oh, division up. Goal 3, divisie 3, nice. Dit seizoen ben ik ook wel op plat geweest, maar ik heb dan zo'n tijdje wat gespeeld en dat verloren. En dan was er weer een tijd dat ik redelijk veel gewoon niet speelde. Ja, en nu ben ik terug een beetje ja, begonnen. TV Angelo 333. We zullen zien wat dit brengt. Ik hoop ook dat ik dit kan winnen. En dat ik al daarna divisie 4 ben. Of dat ik divisie 4 ga zijn. Ik denk het niet. Ik denk dat ik toch 1 of 2 games ga moeten winnen. Ah, 2 of 3 bedoel ik. Hoezo heb ik die 2 games al eens? Wow. Dat is een bedoeling dat ik hem maar 2 keer had gedaan. Demoed, maar oké. Okay. I'll take it. Oh, dat was echt slecht gedaan van mij. Tijd is teruggekomen, ja, voilà.
Let's go, 2-0. Ik blijf aan Timo, maar dat is wel niet de bedoeling. Maar ja, dat gebeurt niet gewoon. Ah. Slecht. Oké, mooi. Tussen gekomen. Nee, ik heb geen boost meer. Ah, dat was echt... goed. Ja, let's go. Let's go, ik zo. Als ik daar boost had, ja, ik weet niet, dan had ik het misschien nog gemist. Ah, nu ik wil teruggaan, ik heb ook geen boost meer. Oké, voilà. Ah, mooi gedaan. Maar niet hard genoeg getrapt. Ja, dit zou ook echt een win moeten zijn, normaal gezien. Gewoon rustig afwerken. Dat is niet zo te gretig en zo, of te kokkie gaat zijn, dan gaat hij ook nog verliezen. Amai. Ja, dat had ik moeten afmaken. Over hem. Let's go, 5-0. Voilà. En counter. Ah. Okay, dat was niet minder. Hij is zo bijna geen boost meer, normaal gezien. Of geen boost zelfs. Ah. Slechte touch. Waarom pakt hij daar die boost niet op? Oh mijn god. Ongoal, oh mijn god. Dat was echt, ja, geen idee wat daar gebeurde eigenlijk. Toen heb ik geen boost. Oké, dat is mijn bal. Voilà. Golazo! 7-0. Oké, ja. Zoals de rest al zei, dit ook echt gewoon easy win. Ik ga proberen om geen tegendoelpunt te krijgen. Oh, dat was een hitte. Oh, mooi over hem. Ja. Wel een timing op die boost ook. Oké, ik weet niet wat dat zijn doel daarvan was. En wat nut daarvan was. Maar oké. Normaal gezien zouden veel mensen wel opgegeven hebben.
ik had echt veel beter moeten raken. Maar oké, ja, hij ziet het. Ik mag niet slagen. 9-0. Daarna zal mijn dubbel springen. Dan ben ik echt sneller. Oké, dat is gewoon outplayed. En dat is mijn boost. En dat zou een goal moeten zijn, voilà. Een seconde te gaan. Oké. Dat was een makkelijkere ding. Oh. Oh joh. Dat had ik niet mogen doen. Voilà, dat was nog een win. Op naar de volgende. Ik denk als ik deze win, of degene daarna dat ik stijg. Het is een van de twee. Ik denk niet de volgende, maar degene daarna. Maar ja, dan moet ik wel allemaal winnen natuurlijk. Maar als ik tegen zo'n tegenstanders kom, zou dat wel moeten lukken. Tegen de Sergio. Dat is wel een Xbox te spelen. Dat is een mooie punt voor mij. En een goal. Wow. Let's go. Ja, dat is altijd nice als we een goal hebben. Ik zo vroeg in de match. Aan de andere kant, het is ook gewoon zo'n begin van de match, alles kan er gebeuren. Dus misschien dat je nu al 1-0 voor staat, dat je dit zeker gaat winnen. Dat is een mooie redding van hem. Oké. Oh my, dat was nog niet. Ik dacht dat hij die ging hebben, daarmee dat ik niet achter de bal reed, maar zo meer naast de bal. En echt zo, zo die zou ja, zo zou kunnen hebben, waarschijnlijk. Maar dat was niet nodig, want hij zat, dus. Wel daar een spinning van boost. Maar ik heb ondertussen al teruggemaakt. Dat is daar een nice boost spawn. Oh my, wat een pinch. Hey, wat een pinch. En als die zat, hey, oh, dat ging nog nicer geweest zijn. Is gekleerd. Ah, dat hij ging pushen. Oké, die kan nu met aanval komen. Ah, dat was echt. Ja, dat had ik moeten hebben. Dat is ook, ja, echt verdedigd gewoon. 2-1. Dat is echt helemaal. Ik heb geen idee welke taal dat is. Oh, mijn god. En ik heb ook geen idee wat er staat. Ja, wat hij geschreven heeft. Ik
Oh my. Wat een aanraking. Wat een aanraking. Let's go. Dat was echt, als je die daar niet had aangeraakt, was echt een tegen goal geweest, hè. Dat was echt nice. Ja, jongen. Let's go. Ja, ik weet niet welke taal dat is. Dus ik heb geen idee wat dat dan doet. Just voor zijn neus weggehaald. Ah, was slecht geraakt. Dank wel voor de boost. Dus daar had je double jumped, hè, dat hij het wel gehaald. Ah. Oh. Nee, nee, oh ja, als die zat, hè, dat ging, dat was echt zo clean. Oh, nee. Dat had ik wel moeten hebben eigenlijk. Oké, dat is nog. Ik denk dat er een tegengolf aan gaat komen ofzo. De bal blijft zich altijd hier. Oh my. Rare ding. Oké. Okay. Gewoon vol een bak gaas geven. Okay, of toch niet? Die heb ik. Nu heb ik wel boost nodig eigenlijk. Oh, wat een touch weer al. Let's go, 5-1. Ja, voilà, en ook nog eens een rage quit. En een forfait. Ah, en een rage quit, ja. Let's go. Dankjewel. Ah, en voilà, divisie omhoog. Dankjewel om te kijken allemaal. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja, als je meer Rocket League video's wilt, doe dan zeker het duimpje omhoog. En ik zou zeggen, later, tot de volgende.